Hey team, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Sims voor Jarige Tijden Let's Play. In het laatste deel is onze baby Scarlett opgegroeid tot een peuter. En ja, ik vind haar echt heel schattig. Dus Hannah is echt super lief met haar. Wat ik ontzettend leuk vind om te zien. En ja, ze is gewoon heel veel met de peuter bezig. Ze wil gewoon echt heel graag dat Scarlett goed opgroeit. Ik zie trouwens ook, Hannah moet trouwens zo werken, want ze is au pair. En Asami moet ook zo aan het werken, dus die moeten allebei zo werken. Misschien kunnen we er straks met mij even op uittrekken. Maar wat we wel even gaan doen, is we gaan bouwen. Want dit is nu natuurlijk geen babykamer meer, maar een peuterkamer. Dus er moet hier een groter bed komen. En ik denk ook dat het een heel goed idee is om een apart huisje te bouwen. Wat heel veel van jullie ook hebben voorgesteld. Waar Hannah en Scarlett samen kunnen wonen. Dat ze toch een beetje op zichzelf wonen, maar dan wel bij de ouders in de buurt. Zodat als Hannah moet werken, dat de rest kan oppassen op ons kindje natuurlijk. Dat is wel mooi. Eens even kijken, welk bed zullen we eens nemen? Ik mis nog wel een paar schattige peuterbedjes. We kunnen ook gewoon het Harry Potter bed gebruiken natuurlijk. Het is wel custom content. Nee, dat ga ik gewoon niet doen. Trouwens, mijn custom content staat altijd op mijn Tumblr pagina. En dat is www.tessalightgames.tumblr.com. Mocht je soms dingen zien zoals Hannah's outfit, zit natuurlijk wat custom content in. Waarvan je denkt van ja, dat wil ik ook in mijn spel. Dan kan je dat daar downloaden. En ik denk dat we dit bed gaan doen. Even kijken. Zo. Kunnen we het knuffeltje een beetje omdraaien. Dan hebben we in elk geval voor nu een bedje. Dan gaan we dat later nog wel meer uitbreiden. Misschien ga ik dat straks wel doen. Maar goed, in elk geval Scarlett dus. Het gaat best wel goed. We hebben alleen heel erg honger. Dus ik denk dat ik zou gaan voorlezen. Maar ik denk dat het verstandig is om eerst even kijken. Hebben we nog wat eten? Ja, we hebben een brownie. Kunnen Scarlett wel een brownie voeren? Hier, laten we een portie pakken voor Scarlett. Een brownie, waarom ook niet? Het is lekker. En ik ben benieuwd wat mij aan het doen is. Wat ben jij aan het doen eigenlijk? Op het web aan het surfen. Oké, goed idee. En ik dacht dat Hannah vrij was vandaag. Ja, ze hoeft helemaal niet te werken vandaag als au pair. Ze moet wel niveau 2 bereiken van de charismavaardigheid om beter te worden in haar werk. En het lijkt me wel een heel goed idee als Asami wat beter wordt in wat ze doet. Jindy staat hier trouwens niks te doen. Die staat te kijken naar de was. Even kijken. Laten we het in de droger leggen, de was. Want ik was heel goed bezig met de was doen, hè jongens. Oké, we gaan het in de droger doen. En die gaan we dan ook aanzetten, denk ik. Was goed drogen. Oké, dat lijkt me een heel goed idee. Is het hier in huis nog steeds heel koud? Want ik heb het idee... Nee, het staat al op warm. Iedereen heeft binnen zijn winterkleding aan. Dat vind ik een beetje raar, maar ik snap niet helemaal waar dat vandaan komt. Goed. Ja, het gaat best wel goed met Asami. Asami gaat niet peuter controleren. Asami, nee, dat is niet jouw taak. Dat is Hannah's taak. Hannah gaat niet een dutje doen in het bubbelbad. Oké, ze heeft al brownie gekregen. Dat is mooi. Oké. Waarom hebben we een blauw oog ook alweer? Wordt al groot. Door met peuter te spelen. Oh, dat is echt wel schattig. Oké, nee. We moeten zo aan het werk. Dus we gaan nog even snel een dutje doen voordat we aan het werk gaan. Ik denk, ik weet niet of we daar echt nog tijd voor hebben. We kunnen ook wat koffie drinken. Hebben we geen koffiezetapparaat? Wacht. Ik vind het wel meer wat voor Hannah dat ze langzaam aan een koffieverslaving gaat ontwikkelen. Dus laten we even kijken of we een mooi barista koffiezetapparaat hebben. Waar staat het bij hier, hè? Eens even kijken. De espresso trein. Kunnen we doen. Wow, we hebben ook boterbier gewoon. Oké, maar dat gaan we niet gebruiken. Eens even kijken. Deze moet al kunnen nooit ergens opstaan. Ik snap niet waarom niet. Oké, laten we deze nemen en dan gewoon de witte. Want ja, koffie, dat is wel... is denk ik belangrijk. Ja, dat kan hier wel staan. Oké, laten we... We gaan haar nou even wat koffie geven. We gaan niet slapen. We gaan koffie zetten. Lijkt me een goeie. Oké, maar Asami is dus vrij. En Asami... Kijk, zij wil gewoon uitblinken in alles, hè. Dus emotionele beheersing gaat niet zo goed. Maar conflictoplossing wordt wel beter. Even kijken, wat kunnen we nog meer doen? Het oplossen van slechte relaties. We moeten nog even iemand helpen. Oh, we gaan toch wel werken blijkbaar. We zijn vrij vandaag. Oké, nou, we gaan toch werken. Nou, oké, het zal wel. Kijk, ze loopt al helemaal. Oké, ik weet dat ik echt bij de 100 baby challenge echt geen aandacht besteed aan die peuters. Maar ik vind het toch wel heel erg schattig dat we nu een peuter hebben. En, oh jee, Jim moet werken. Jim, waarom ben jij niet aan het werken? Oh, ik moet ze ook allemaal in de gaten houden. Oké, nou, Hannah en Sami zijn allebei aan het werk. Dat is mooi. Misschien kan mij zit in bad. Oh ja, die is gewoon echt aan het vermaken. Heeft wel haar huiswerk al af en zo.
Ik denk dat mij misschien wel met Scarlett gaat spelen. Over slecht gedrag preken kunnen we doen. Het is niet echt aan mij, denk ik, om er op te voeden. Ik denk dat Hannah dat zelf moet doen. Ik denk trouwens dat Hannah dat ook niet doet. Maar goed. Even kijken. Misschien kunnen we er... Ja, ik denk wel dat ik de meest geliefde peuter op de wereld is. Misschien leren kennen. Dat lijkt me wel leuk. Oké, we komen uit het bad. We zijn volgens mij ook wel schoon. Ja. Oké. Ja, nee. Is dit niet de outfit? Is het... Vind je dit moeilijk? Deze outfit? Oké. Hey, mij. Hallo. Voorwerp herstellen. Ja, daar zou ik ook moe van worden. Oké, het was de hoogste tijd voor je... Oké. Marcus Flex is hier ineens. Oh, ik zie mijn spel echt heel erg leggen. Oké, ik hoop dat dit het oplost. Laten we wel dan even dit aantrekken. Oké, goed zo. Het is gelukt. Het is gelukt. We houden onze kleding aan. Even kijken. Laten we haar leren praten. Kijk, Mei is super sociaal. Die wil ook een wereldvriend zijn. Ze wil zichzelf aan 10 Sims voorstellen. Dus ik denk dat het een goed idee is dat wij ook gewoon Scarlett gewoon zo goed mogelijk gaan leren praten. Dat lijkt me super grappig. Ik zal wel even opruimen een beetje ondertussen. Oké. Ik heb de gootsteen gesloopt. Oké. En Mei wil ook flirteren geraken. Misschien moeten we maar gewoon uitgaan. Het is wel zondagavond, maar... waar zouden de tieners zijn? Hebben we een tiener hangout plek ergens? Lijkt me wel leuk. Nou ja, we zijn hier toch even aan het spelen met... het is ook nog eens fopdag. Oh, daar moeten we ook nog wat mee doen. Kunnen we niet ondeugend... Oké. Asami wil kleine Ellie naar bed brengen. Ze roept geen antwoord. Opent de deur. Oh nee, rood, blauw en vreemdsoortig bruin op elke muur. Op haar gezicht en haar haar druipen van haar vingers. Asami smeekt haar te stoppen, maar ze gilt alleen. Nee! Asami mag eigenlijk geen time-out geven, maar ze had het toch moeten doen. Ja, ik zou het toch doen hoor. Even kijken hoor. Prestatie groeien. Oké, nou, dat is mooi. Gelukkig. Ja, dat toch nog beter. Ja, Mei die wil gewoon uit. Ik denk dat we uitgaan met Mei. Want we moeten niet... Kijk, Hanna is natuurlijk heel leuk. Maar we moeten ook gewoon een beetje voor onze andere sims zorgen. Dus ik denk dat we wel even klaar zijn met leren praten voor nu. Ik denk dat we gewoon even uitgaan. We hebben ons huiswerk volgens mij zelfs af. Dus waar zullen we eens heen? Ja, ik ga toch meestal graag uit in San Myuno. Want daar... gebeuren een hoop dingen. Zoals karaokebar. Laten we erheen gaan. Kennen we ook nog tieners die we mee kunnen nemen? Ben jij een tiener? Ik weet niet of Hugo een tiener is. Zouden er toch vanzelf wel tieners komen? Ja, lijkt me wel. Mij is volgens mij wel een beetje een flirt. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat lopen. Ze is in elk geval niet verlegen. En ik weet niet. Ze is niet zo alternatief als Hannah is. Ik denk dat veel mensen mij echt wel heel erg leuk vinden. Oké, wie ben jij? Ben jij een tiener? Nee, Maarten is geen tiener. Ja, we kunnen natuurlijk wel karaoke zingen. Eens even zien. Ik ga even kijken of we überhaupt tieners kennen. We kennen haar. Zij is een tiener. Die hebben we wel laatst ontmoet. Hugo was wel een tiener. We kunnen wel Hugo... uitnodigen om te chillen. Misschien kunnen we een beetje flirten met Hugo. Oh, die kunnen ook een wedstrijd. Oh, dat gaan we sowieso proberen. Om 11 uur wordt de winnaar bekendgemaakt. Ik ga hier ondertussen ook even een tienerplek van maken. Hier tienerbuurt, dat hier veel tieners komen. En gemoedelijk kunnen mensen makkelijker charisma verdienen. Kijk, dan maakt het even iets makkelijker gewoon. Laten we dat doen. Oké, karaoke wedstrijd. Ja, daar moeten we natuurlijk wel aan meedoen eigenlijk. Even kijken. Hugo komt ook chillen. Nou, mooi. Hugo is misschien wel een goede beste vriend. Of een vriendje, dat weet je niet. Even kijken. Laten we zingen tijdens de wedstrijd. Wat zullen we... Oeh, geschud niet geroerd. Oh, dat is James Bond. Oh, dat gaan we zingen. Oké. Zijn we er klaar voor? We komen ook aangerend. Oh, wacht. Nee, wacht, meid. We moeten even wel een andere outfit aantrekken. Want dit is natuurlijk niet echt de meest feestelijke outfit. Oké, dat is al beter. Wie ben jij? Ken ik niet. Oké. Tijd om te zingen. Geschud niet geroerd. We gaan het gewoon doen. We gaan het doen. Oké, ik ben benieuwd. Akira is er ook. De avondklok kan elk moment ingaan, zegt Ninja. Misschien blijven we dan niet de hele avond. Gewoon even. Ik hoor wel al heel slecht gezang. Ik ben benieuwd of het mij beter is. Oké, we hebben nu de zangvaardigheid geleerd. Ik ga even uitzoomen, want dit is altijd vreselijk. Zouden we, denk je, kunnen vragen of we langer...
buiten mogen blijven? Ik denk het niet. Ik denk dat we wel op ons kop krijgen van de avond. Voor. Maar we hebben gewoon even een leuke avond. Hmm. Hugo is ook nergens te bekennen trouwens. Of ben jij dat? Nee. Hugo zei dat hij zou komen, maar hij komt niet. Ben jij Hugo? Oh nee, hij heeft een beetje een eng snorretje wel. Nee, ik dacht misschien is dat wel een leuke jongen, maar... valt wel een beetje tegen. Oké, hoe gaat dit? Misschien gaan we gewoon alleen deze wedstrijd zingen en dan klaar. Het is voor tieners denk ik te laat om buiten te zijn op deze dag. Op een zondagavond. Iedereen moet nog huiswerk maken. Iedereen heeft het hele week uitgesteld. Oké, maar ja, kijk hoe goed mij is. Oké, we zijn klaar. Ik hoop dat we gewonnen hebben. Kunnen we nog meer zingen? Nee, we zijn klaar met zingen tijdens de karaokewedstrijd. Maar we kunnen wel even mensen ontmoeten, want we moesten zoveel mogelijk mensen ontmoeten. Dus we gaan gewoon even iedereen een aardige introductie doen. Misschien gaan we daar nog wat op vooruit. Hey, Alfaba is er ook. Kijk wat de outfit ze aan heeft. Oké. Oh, we hebben 45 punten gescoord. Nou, dat zullen we wel niet gewonnen hebben. Volgens mij zijn Kira sowieso beter. Ja, dat wordt dus niks. Nou, dan kunnen we zo wel naar huis. Maar even kijken, we hebben ons nu al 7 mensen voorgesteld, dus dat kan wel wat sneller. Kennen we jou al? Aardige introductie. Kennen we jou al? Aardige introductie. Maar we hebben trouwens ook best wel honger. Is er niet een of andere foodstand of zo waar we even wat kunnen gaan eten? Hier, er is wel eten. Wat zullen we gaan eten? Even kijken, we hebben hier... ja, dat eten en hier dit eten. Oh, hier is verse groenten en fruit. Ik denk dat dat wel leuk is. Ja, we gaan zo even wat eten halen. Kennen we al genoeg mensen nu? Oh, we moeten nog één. Oké, nou, dan kunnen we ons voorstellen aan één iemand van het foodstandje. En dan hebben we waarschijnlijk wel... ja, ik wacht al tot 11 uur te kijken of we de karaoke-wedstrijd gewonnen hebben. Dat zou wel leuk zijn. Oké. Oh, een aardappel. Oh, dit is niet echt eten. Ik wilde gewoon eten. Nee, oké, dan gaan we het niet doen. Maar we kunnen wel even kijken, aardige introductie doen. Dan kennen we wel 10 mensen. En dan hebben we wel een nieuw doel gehaald. En dan gaan we hier wel even eten bestellen. Even kijken. Laten we een vegetarische burrito met spinazie eten. Ik weet niet meer. Is mijn vegetariër? Ik had even zo'n voorgevoel. Ah, mijlpaal bereikt. Nice. Oké. Nee, dat is er gelukkig niet. Oké, dat scheelt. We moeten iemand ontmoeten op 3 verschillende locaties. Nou, laten we hier dan ook ons voorstellen. En we moeten niveau 4 bereiken van de charisma-vaardigheid. Nou, dat is nice. Oké, het is bijna 11 uur. Dan kunnen we op zich wel naar huis gaan, denk ik. Oh, het is koud. Oké, we hebben een te koude outfit aan. Op zich is dat logisch, want er lag sneeuw buiten. Maar goed. Oké, we gaan ook niet meer eten. We gingen ons voorstellen aan haar. Ja, dat is waar. Dat gingen we doen. Aardige introductie. Go! Oké, kennen we haar ook weer? Oh, we hebben niet gewonnen. Nou, jammer hoor. Oh, maar Jen heeft promotie gemaakt. Dat dan weer wel. Oké, nice. Oké. En het is fopdag. Oh, dat kunnen we ook meteen wel even... hier ondeugend uit. Uitnodigen voor nepfeest. Hè. Laten we dan dat ook meteen even rondmaken. Oké, en dan gaan we naar huis. Dan, kunnen we nog meer ondeugende dingen doen? We kunnen ook een broodje aap vertellen. We gaan niet voor je geven. Nee, we gaan gewoon naar huis. Ik ben er klaar mee. Ja, ik weet dat je honger hebt. Ik heb ook honger. Ze kan wel wat meer eten gebruiken, want ze is nog steeds echt heel erg dun. En het zou wel leuk zijn als daar iets meer spek bij kwam. Zeker omdat het winter wordt, jongens, wintervetje. Dat is altijd handig om te hebben. Oké, we gaan weer naar huis. Oké, sorry. Zijn we er al? Dit duurt echt lang. Waarom duurt het zo lang? Oké, we zijn er. Fijn. Oh, er ligt nog steeds sneeuw. Oh, ik vind het zo leuk als er sneeuw ligt. Oké, we hebben wel energie. Even kijken hoor. Honger hebben we vooral. Ik denk dat we gewoon nog een portie gaan pakken. Nog een portie brownie nemen. Jen is blijkbaar thuis van haar werk. Oh, het gaat best wel goed met Jen. Oké, dat is mooi. En ik denk... Even kijken. Oh, Scarlett heeft heel erg honger. Nou, dan moet Jen maar even Scarlett eten geven, denk ik.
Ja, laten we eerst proberen of we Scarlett op het potje kunnen laten gaan. Want zo te zien moet ze ook wel naar de wc. Even kijken, hebben we ergens potjes al? Nee, hè? Dan moeten we ook nog kopen. Wacht even. Ho. En hebben we al wat peuterspeelgoed? Dat kunnen we hier misschien ook wel even neerleggen. Dus even beter voor Scarlett zorgen. Hier. Hier, de peutertablet is vet handig namelijk. En even kijken. Blokken kunnen we hier neerleggen. Hier zo, naast de mand met speelgoed. En een potje is ook belangrijk dat we die hebben. Ik zoek het fancy potje. Oh, deze, ja. Het is wel een luxe huis. Dus op zich denk ik dat dit wel een goede is om hier neer te zetten. Ik weet niet of ze nu nog bij de wasmachine komen. Daar gaan we achter komen. En ik zet er denk ik hier ook een. Zo, oké. Hoe lang komen zij eigenlijk thuis van hun werk? Oh, om... nu dus. Nou dan kan... kan Hannah het zelf wel doen. Ze hebben allebei wat geld verdiend. Even kijken. Laten we er meteen leren om op het potje te gaan. Als we niet flauw vallen. Dat hoop ik dan maar. Oh, ze hebben ook allebei deze... Waarom hebben ze deze outfit aan? Wie trekt dit aan als hij gaat oppassen? Dit ziet eruit alsof ze gaan optreden in een of andere... hip-hop band of zo. We gaan breakdansen. Maar oké, ik zweer niet. Volgens mij is de was trouwens ook wel droog. Dus we kunnen de was denk ik wegleggen. Nou ja, mij is het toch even brownie te kauwen. Even kijken. Asami gaat ook een brownie eten. Want ja, brownies zijn vet lekker natuurlijk. Oké, ik hoop dat dit werkt. Dat we nog op tijd zijn. Ze is heel boos omdat ze honger heeft. Oké, we gaan hierna ook wat te eten geven. En dan kan ze ook naar bed. Ze is de hele tijd met kinderen bezig geweest. En nu haar eigen kind. Oké, potje vaardigheid geleerd. Ik wil eigenlijk wel dat ze alle vaardigheden gewoon leert. Dat lijkt me echt super cool. Samuel die is aan het slapen. Dan kunnen we hier Yin gaan dan ook maar slapen. Mij is, wat ben jij aan het doen? Stretchen. Oké, lijkt me ook niet helemaal nodig. Weet je wat? Iedereen moet naar bed. Want we moeten morgen weer naar school. Hier gaan we slapen. Meiderkamer mag misschien ook wel een keer wat minder meisjesachtige touch. Ja, niet meer tienerachtig. En Asami is aan het eten. Ja, oké. Nou, die kan ook wel slapen. Gaan we morgen wel douchen. Ik ben benieuwd of dit lukt. Ze heeft ook de winterkleren aan. Het is hier binnen toch niet koud? Ja, oké. Ik zou dit zelf ook doen. Ik heb het zelf wel altijd koud. Maar goed. Ik ben benieuwd of dit lukt. Het moet vastgelegd worden. Dit doen ouders toch altijd van hun kinderen. Oké, ook foto's in bad en zo. Iedereen heeft al een foto van zichzelf in bad van vroeger. Best wel awkward eigenlijk. Mij gaat slapen. Oké, bijna iedereen slaapt. Het is ook 12 uur, maar nou ja. Ik denk niet dat het per se is gelukt, maar hè. Oké, het lukt toch. Het lukt toch, dat is mooi. Dan kunnen we daarna denk ik even kijken. Hebben we nog restjes? Even kijken. Hier, even zien hoor. Hier, pompoens. Oh, dat is al bedorven. Oké, dat kan weg dan. Wat is dit? Worstjes en bonen. Oké, kunnen we hier een portie pakken voor Scarlett als ze klaar is. En dan kan ze nog even wat eten voordat we gaan slapen. Ja, volgens mij is dat wel gelukt met het potje. Ja, oh, dat is nice. Oké. En dan moeten we nog even in bed stoppen natuurlijk. Als we er eten hebben gegeven. Hannah heeft trouwens zelf ook honger. Laten we ook even zelf een portie pakken. Die kraan die fix klaart er al. Ik heb geen zin in om dat nu te doen. Oké, hebben we er nou eten gegeven of wat? Oké. Ik denk dat we gaan eten. Ja, ik denk dat we gaan eten. Mooi, oké. Waar gaan we zitten? Op de bank? Oké, gezellig. Oké, dit kan wel sneller. Dan zijn we morgen nog niet klaar. Oh, Prikkie heeft een knaagdierenreef. Wow, dat wil ik zien. Waar? Laten we... Show me. Ik zie geen knaagdierenreef.
Nou, dat is dus ook weinig bijzonder, al zeg ik het zelf. Oké, ze eten allebei niet bij elkaar, maar hè, dat is op zich niet zo heel erg. We gaan wel echt bijna flauw vallen. Het is wel een probleem. En Ninja die stinkt ook heel erg. Die moeten we ook echt in bad doen. Ik zorg echt heel slecht voor die hond. Ah, het is wel echt erg, maar hè. Oké. Ze is vooral aan het spelen met haar eten en weinig echt aan het eten. Misschien, waar? Ze groeien op. Oh, we zijn blij door het verjaardagsfeest van... Oké, waar gaan we heen? We gaan toch niet flauw vallen, hè? Oh, we gaan niet... Ah, ja, oké. Oké, wacht even. We hebben best wel genoeg gegeten, denk ik, zo te zien. Even dit allemaal weer opruimen. Even zien, hoor. Is Scarlett klaar met eten? Ik denk het wel. Oké, nou, we kunnen er wel even in bed leggen dan. En dan gaan we zelf ook slapen. Ik bedoel, ja. Ik wil wel dat hij in bed wordt gelegd. Dat is wel, wel zo lief. Als we het nog gaan redden voordat we zelf gaan flauwvallen. Oké. I'm Peony. Ik hoop niet dat ze nog nachtmerries krijgen of zo. Hebben we eigenlijk al zo'n nachtlampje? Nou ja, dat komt later dan wel. En dan denk ik dat het heel verstandig is als we zelf ook snel gaan slapen. Oh, als ik die sneeuw zie, krijg ik trouwens zo'n zin in de winter, jongens. Echt niet normaal. Oké, snel naar je bed. Oké, iedereen slaapt. Dat is een wonder. Oh nee, Azami is alweer wakker. Maar die zit in bad. Ik dacht dat jij ook naar bed ging. Ga naar bed. Hier, bedoel, het is... wie gaat er nog meer om 4:30 's ochtends wel eens in bad? Ik bedoel, ik niet. Oh jongens, kijk nou hoe mooi het hier is. Met dit water en het ijs en zo. Oh. En het is een zonnige dag. Oké, we moeten bijna naar school. Ik ben benieuwd of we uitgeslapen genoeg zijn als we straks... oh jee. Ja, Hannah moet eigenlijk ook nog wel... We moeten eigenlijk ook nog wel douchen. Dus laten we maar even opstaan. Oh, die douche is ook vet vies. Oh, misschien moeten we echt een werkster nemen. Zullen we dat doen? Zullen we gewoon iemand inhuren om schoon te maken? En ze moeten allebei heel nodig plassen. Ja, dat wordt ruzie, jongens. Er kan er maar één tegelijk. Oh, ze gaan wel allebei naar een andere. Oké, nou, dat is mooi. Oké, je hebt vooral nog honger. Je moet ook nog wel even douchen, eigenlijk. De brownies. Zijn de brownies bedorven? Oké, de brownies zijn ook bedorven. Toch? Ja. Zo jammer. Oké, nou, dan gaan we even ontbijten. Nee, kunnen we niet klikjes pakken? Hier, klikjes pakken. Oké. Ze zijn heel speels. Daar moeten we mee uitkijken. Want daar kan je aan overlijden, schijnt. Even kijken. En Hannah, ja. En mij, dus met mij. Mij heeft ook honger. Oh, die gaat al naar school. Oh, het is al tijd. Oké, we moeten echt opschieten. Hannah mag voor mij eerst nog wel even douchen. Want die geeft toch niet zo heel veel om school. Asami moet wel echt gaan. Oh, nee, we willen... Nee, we willen niet twijfelen. We gaan. Oké. Is Jin vandaag vrij? Want die kan dan vandaag wel voor Scarlett zorgen. Oh, we moeten vanavond pas werken. Nou, dat scheelt weer. Oh, Scarlett slaapt ook nog, dus dat is prima. Ze is wel boos omdat ze honger heeft. Nou ja. Maar jongens, ik denk dat ik dit deel hierbij ga laten. Want ik ben alweer meer dan 20 minuten aan het opnemen. Oh jee, ik moet er heel snel eten geven. Oh, ze zit zelf... Jin, waarom ben je je eigen bedorven eten aan het eten? Stop ermee. Oké. Kunnen we niet even ontbijt voor Scarlett nog pakken voordat we weggaan? Wat hebben we voor ontbijt? Hotdogs zijn al bedorven. Er zit alleen maar bedorven eten hier. Even kijken. Hier, worstjes en bonen is ook vast heel lekker als ontbijt. Waarom staan er allemaal half lege dingen hier? Hier vruchtencake. Dat is wel lekker ontbijt. Oké, dan gaan we pakken voor Scarlett. En dit is dweilen met de kraan open, letterlijk. Dit schiet echt niet op. Nou, oké. Jongens, ik ga deze aflevering hierbij laten voor deze keer. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Laat me als altijd weten in de reacties wat je hierna graag zou willen zien. Als je nu niet op mijn kanaal geabonneerd bent, doe dat dan ook. Want dan hoef je geen enkele video meer te missen. En ik zie jullie de volgende keer weer. Dus bedankt voor het kijken en tot dan. Doei!